Ja, mijn project, we hebben het hier liggen, dat is Tinnitus-free. Dat is een VR-bril tegen tinnitus. Dus mensen worden in een virtuele omgeving gebracht, maken daar hun eigen tinnitus na en krijgen een lichtzwaard en kunnen dan hun eigen tinnitus verslaan. En bij een aantal patiënten hebben we dat nu gedaan en dat lijkt heel goed te werken. Ja, een beetje zelfvertrouwen. Eigenwijs, want er zijn toch heel veel mensen die zeggen dat het allemaal niet kan. En toch als je iets ziet of als je iets bedenkt, daarmee doorgaan en in geloven. En proberen andere mensen te overtuigen. En dat is soms zelfs een beetje lastig. En dan is volhouden en eigenwijsheid wel heel belangrijk. Dat we nu iets voor de patiënt hebben waar hij zelf mee aan de slag kan. De tinnitus is iets wat in je brein gemaakt wordt, wat je ook zelf weer moet weg zien te krijgen. Daar heb je hopelijk niet al te veel andere zorgverleners voor nodig. Dus je empowert de patiënt eigenlijk weer. En ik ben trots op dat het ons gelukt is om dat programma te laten maken. Want VR-programma's is best een beetje lastig om dat voor elkaar te krijgen.